Vicepresident Ashwin Adin heeft het parlement beloofd om op korte termijn de volledige informatie over het ambassadegebouw van Suriname in Frankrijk te presenteren. Het is de regering tot nog toe niet gelukt om deze informatie te geven. VHP-parlementariër Mahinder Yogi uitte in de laatste ronde van de begrotingsbehandeling zijn ongenoegen over de onvolledige informatie die minister van Buitenlandse Zaken Yıldız Polat-Biglı steeds presenteerde. Hij zei dat sinds de regering het pand in 2012 had gekocht, er vragen zijn gesteld in het parlement. Volgens hem riekt de aankoop van het gebouw naar corruptie. Er zijn vragen gesteld in de eerste ronde, er zijn vragen gesteld in de tweede ronde. De regering is niet afdoend ingegaan, voorzitter. Ik zal een aantal dingen herhalen, voorzitter. Ten eerste, voorzitter, blijkt uit de documenten dat overlegd is dat de NV was geregistreerd in Parijs, voorzitter. Nu blijkt dat de NV is geregistreerd in Luxemburg, voorzitter. Voorzitter, een ander punt is namelijk dat de aandelen, of de vraag is of de staat Suriname aandelen mag kopen, voorzitter, op toonder, voorzitter. En de derde vraag is namelijk of de ambassade een rechtspersoon is en of de ambassade de aandelen mag kopen, voorzitter. Voorzitter, verder is aangegeven dat het pand 5,5 miljoen kost, voorzitter. Dat er andere kosten zijn die gemaakt worden. 400.000 voor notariskosten en andere kosten, voorzitter. En 425.000, voorzitter, voor belastingen enzovoort, 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 voorzitter. En 272.000 boete, voorzitter. Nu weten we niet wat de afspraak is. We kunnen de boete van 272.000 niet beoordelen, voorzitter. We vragen de regering meer informatie te geven. Vicepresident Ashwin Adin gaf aan dat hij momenteel de informatie over het ambassadegebouw verzamelt. Kwestie Parijs. Geachte lid Jogi dat gevraagd. Na de opdracht van de president om die informatie op te vragen, voorzitter, heb ik vanuit mijn administratie heel wat informatie natuurlijk kunnen verzamelen. De minister van Buitenlandse Zaken heeft mij ook een dikke pil gegeven van, aan informatie. En het staatshoofd heeft gevraagd dat we dus nog kijken wat er is, completeren. We zijn net aan het bestuderen en zodra dat ready is, ik denk niet dat er wat meer zal komen, maar zodra dat ready is, dan krijgt u het als parlement. Maar dat was nog eergisteren, dus ik verwacht dat ik binnenkort wel, nadat ik dat gecompleteerd heb, naar u toe kan sturen. Vicepresident Ashwin Adin gisteren in DNA. Hij sprak over het ambassadegebouw van Suriname in Parijs.